Hallo Politiek Den Haag, daar zijn we weer. Het was een bewogen zomer. Siep, de zomervakantie die zit er weer op en dat doen we altijd even een high five, hè? Zo. Ik begin maar even met Siep, maar de high five... Nee, vertel tegelijk even zo. Zo, hoppa, best wel hard ook nog. Ja. Verder hoef ik eigenlijk niks te weten ook. Wat weinig voor het begin van het jaar, maar dan komt het... Komt wel, joh. Het komt later vast wel meer. Wel, ja. Rutte hebben we dan gisteren gehoord. Wat vond u in die lange zomer zijn beste toespraak? Ik heb hem nog nooit eigenlijk een hele goede toespraak van hem gehoord. Ik vond het gisteren... Nee, nou moet u zeggen, ik heb hem de hele zomer überhaupt niet gehoord. Ja, dat is ongeveer wat ik zei, toch? Nee. Ja, volgens mij... Scherp weer, hè? Hetzelfde... Zijn we weer begonnen, hè? Dat is niet goed. De problemen in Nederland zijn van die aard dat de minister-president bij tijd en wijle toch echt een toelichting moet geven op de ontwikkelingen in Nederland, in Europa en in de wereld. En als hij er 8 weken niet is, dan is dat een slechte beurt. Wat kunnen we van u verwachten dit jaar? Hetzelfde vuurwerk als het vorig jaar? Een constante stroom van goede ideeën, betere ideeën. Het kan niet op. Het kan niet op, nee. D66 zal ook... Wordt weer uw jaar? Nou. We zijn er weer. Wat opvallend is bij uw partij is dat het toch... Ja, het is nu echt afgelopen. Het is verloederd. Er is een vrouw bij. Ik wist dat jij teleurgesteld zou zijn. Maar al die mannen die maar de hele tijd over vrouwen hebben... Godverdamme. Goor. Nee, dat vind ik eigenlijk niet zo... Goede gang van zaken. Houd maar een beetje matig in de media. Ik was met hele andere dingen bezig op dat moment. Ik was fossielen aan het zoeken op de Engelse kust. En dat boeide zeer. Fossielen? Fossielen. Die heb je daar veel. Je was op zoek naar Van der Staaij. Nee, echte fossielen. Maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Dag meneer Plasterk, goeiedag. De zomer is voorbij en daar zijn we weer. Daar zijn we weer, ja. Ziet u eruit? Mooi zomer gehad. Ziet u eruit? Ja. Ja, waarom? U ziet er ook goed uit, ja. Maar waarom de baard? Die dingen groeien vanzelf. Midlife-crisis? Nee, dat ben ik voorbij. Zo van Vliet afgevallen? Ja, goed hè? Kreintje. Dag meneer Samson. Terug van vakantie en het was met zomertje wel ook voor u, hè? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ik begon u bijna sympathiek te vinden. Dat zou jammer zijn. Toen zag ik ineens, ja, nu staat u ineens te boek als een dictator binnen de partij die het die stiekem met de voorlichter doet. Nou, we hebben deze zomer een verdrietige wending in mijn privéleven gehad. Sorry, jij bent die voorlichter waar het over gaat. Ik begrijp hem wel. Wel een leuk moppie. Dat ik hem adviseer, dat begrijp je wel. Ja. Je wil er verder niet op ingaan? Nee. Heeft daar iets mee te maken? Nee, maar dat is wel heel verdrietig. En voor de rest merken we ook op straat en merk ik ook buiten dat het moeilijk is in het land. Ja, die economie zit lang tegen. In het land, ik heb het even over u en de partij nou. Ja, maar dat goede volksvertegenwoordigers nemen dat mee en zien dan dat het zwaar wordt. Gewoon het gesprek afleiden is dat, dat is iets anders. Nou, dan moet je de vraag nog een keer stellen. Nou, vindt u het vervelend? Want ik zeg, u staat nu te boek als een dictator binnen de partij. Ja, we hebben erover gesproken, ook in de partij. We hebben 2 fractieleden verloren, dat is treurig. Ze hebben allebei geconcludeerd dat ze... om verschillende redenen hun draai in Den Haag niet konden vinden. Dat is uw schuld. Nou ja, ik trek het me wel aan. Ben verantwoordelijk. Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk, ja, dat klopt. Je werkt met z'n 38e, dat is debat, dat is discussie. Het is niet altijd zoals je zou willen, maar zo gaat dat in een groot team. Ik heb altijd in teams gewerkt. En dat betekent altijd dat je het met elkaar moet doen. Nou ja, om... Daar weet Samson alles van, geloof ik, hè? Dat je het met elkaar moet doen. Ja. Om de grote doelen te bereiken. We zitten in een crisis. Komt het goed met hem nu nog? Want eigenlijk heb jij hem tot grote hoogtes gebracht, kunnen we wel zeggen. Misschien letterlijk en figuurlijk. Gewoon hem weer gaan doorzagen over al die andere onderwerpen. Komt het goed, vraag ik. Tuurlijk komt het goed. Mooi. Oké, dank je. Zet hem op, hè? Ja hoor, dank je. U wilde net een foto maken van Saar, de voorlichter van Samson, maar dat mocht niet? Nee, dat mocht niet. En er kwam een hele vreselijke opgewonden voorlichter van de Partij van de Arbeid naar mij toe. En die verbood mij zonder zichzelf voor te stellen... Wat ik wel of niet mocht. Mocht die foto niet maken? Mocht die foto niet maken, nee. Mag ik jou nog even... Jij bent dan een van de voorlichters van Diederik Samson. Jij was het heel opgewonden toen iemand een foto nam van Saar. Nou, ik vind mensen mogen foto's nemen van Diederik. Maar niet van Saar? Nee, liever niet. Diederik, weet je wat hier gebeurt? Die wou iemand een foto maken en hij zegt mag niet. Nou, dat vind ik heel terecht, want ik zag dat er niet een foto van... Censuur, toch weer die dictator staat hier. Ja. Volgens mij... Censuur. Ja, nee. Ja, terecht. Hij maakte volgens mij een foto van een medewerker. Dat moet je niet doen. Jouw voorlichter waar het nou over gaat. Nee, dat mag toch wel? Maak het niet zo krampachtig. Het zijn gewoon medewerkers. Politici staan in het spotlicht. Ik sta hier in de camera. Maar waarom maak je het dan zo krampachtig? Dat begrijp ik dan niet. Jij niet, maar je voorlichter. Er zijn hier gewoon regels voor.
En die regels moet zelfs jij naleven. Anders... Ik film iedereen en fotografeer iedereen die ik je wil. Jij houdt je keurig aan de regels. Dat is toevallig. Nee, moet ik het nu doen? Kijk, doe ik het zo. Hoppakee, zo. Kijk, daar gaat hij. Zit de regels overtreden? Nou, okay. We zullen eens kijken wat er gebeurt. Dag Saar.